De Waalse Pijl is een van de mooiste klassiekers van het voorjaar. Duizenden mensen hebben een vrije woensdag genomen om hun helden en heldinnen aan te moedigen. Scherprechter in de Waalse Pijl is zoals ieder jaar de muur van Huy. Ook dit jaar. Marianne Vos zit in de finale en iedereen hoopt op winst voor haar. Natuurlijk had ik die hoop ook op de muur. En ja, ik zat ook gewoon wel goed. Maar hij was net iets te lang. Ja, jammer. Er zat eigenlijk wel de been om te winnen. Het was goed genoeg om te winnen. Alleen de koerssituatie was op een gegeven moment zo dat wij moesten rijden. Maar Marianne heeft heel veel moeten rijden. En 15 kilometer finish waren ook drie rens vooruit. Met 48 seconden voorsprong. En dat was gewoon de keuze om de ene laatste beklimming aan te vallen. En dan proberen ze zoveel mogelijk het gat dicht te rijden. En dan in de afdaling aan Huy het laatste gat dicht te rijden. Nou, ze demareerde, ze kreeg één rens van mee, Evelyn Stevens. Nou, die hoefde niks te doen, want die had de rens van voren zitten. Ja, dat heeft ook wel veel energie gekost. En het laatste beklimming wordt geklopt door Evelyn Stevens, net de laatste paar meter. Ja, ik denk dat Stevens wel verdiend heeft gewonnen. Dat was gewoon heel sterk en ik kreeg ze op dat andere klimmetje ook niet gelost. Dus het blijft dan toch nog wel voor mij nog wel balen natuurlijk. Na vier keer winst dan ga je voor de vijfde en dan is de tweede enigszins teleurstellend. Maar er zat niet meer in. Natuurlijk, wij rijden altijd voor de winst en Marianne sowieso, dat is haar karakter. En ja, zij is gewoon voor zichzelf natuurlijk zo hard en zij is heel erg teleurgesteld. Maar ik denk echt alleen maar van wow, tweede worden op de muur van Huy. Maar ja, als je al vier keer gewonnen hebt, dan is tweede worden natuurlijk eigenlijk niks. En ja, misschien zaten we er net met te weinig bij voor de finale om echt goed... en dan kan ik dat eigenlijk mezelf alleen maar aanrekenen dat ik er niet bij zit meer. Maar misschien had ik dan nog wat kunnen doen. Dus ja, teleurgesteld. Ik ben niet... verre van dat. Doordat Marianne haar directe concurrenten ver achter zich laat, behoudt ze wel de wereldbeker. Ja, dus dat is dan nog wel een mooie troostprijs natuurlijk. Na twee overwinningen in die wereldbeker en het missen van Vlaanderen, dan vandaag tweede, dan is dat in ieder geval mooi om hem nog te houden. En alle verplichtingen, nog even kijken naar de finish van de mannen.